Ja, het is de nachtmerrie van iedereen, denk ik wel. Stel je voor, je stort per ongeluk een groot geldbedrag op een rekening. Het verkeerde rekeningnummer uiteindelijk. Dat overkwam Mario, die stortte 17.000 euro. Je dacht op je eigen spaarrekening. Ja. Het bleek te zijn op de rekening van iemand anders. Hoe snel kwam je erachter dat het niet jouw rekening was? De volgende dag. De volgende dag? Ik checkte op mijn doorlopende rekening van ING of het al binnen was. En dat bleek dus niet zo te zijn. Toen ben ik gaan bellen. Voor 12 uur. Toen zei ze, ja, dat had al binnen moeten zijn. Je moet dat even checken of dat rekeningnummer wel goed is. En toen kwam ik erachter. Het gaat om een groot bedrag. Ik las het vanmorgen in het AD, zonder het uitgebreid verhaal. Dat trof me echt. 17.000 euro, hard voor gewerkt, gespaard. En proberen over te maken op je rekening. Wat is er precies fout gegaan? Ik heb op 10 september een overboeking gedaan. Via mijn adresboek. Ja. Van ABN naar ING. Oké. Okay. En dat bleek dus een oud rekeningnummer achteraf van mij te zijn, van ING, wat opnieuw uitgegeven is. Dus dat rekeningnummer was wel in jouw bezit, maar een ander heeft uiteindelijk dat rekeningnummer gekregen. En die man, of was een man, was een Bulgaarse crimineel, heb ik dat me laten vertellen. Een Bulgaar. Ja, dat wordt dan zo gezegd. Die is ermee vandoor gegaan. Is er niets aan te doen? De bank zegt dus, wij hebben onze plicht, aan onze plichten voldaan. En wij kunnen niks meer voor je betekenen. Maar mijn probleem is nu, ik kan geen civiele procedure aan tegen iemand die met mijn geld er vandoor is. Want dit persoon is niet meer woonachtig in Nederland. En staat al 2 jaar niet meer in Nederland ingeschreven. Ook op dat adres niet. De NAW-gegevens klopten niet. En het blijkt dus een fraudeleus nummer te zijn bij de bank. Antoinette, dit probleem, waarbij, dit is een probleem van heel concreet van Mario, 17.000 overgemaakt, dacht op je eigen rekening, dat het überhaupt kan, dat je een rekeningnummer, een naam, dat een andere naam kennelijk aan gekoppeld is en dat toch wordt overgemaakt. Ja, dat is heel normaal, helaas, want dat gebeurt voortdurend. Er wordt helemaal nooit gecheckt door de bank of de naam hoort bij het rekeningnummer. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want mensen gaan er eigenlijk wel van uit. Want je denkt, anders, eigenlijk hoef je de naam helemaal niet op te schrijven. Als je de Donald Duck invult, wordt het ook overgemaakt. Misschien is het dan ook beter om gewoon die naam helemaal niet te noemen. Want dan weten mensen ook dat ze daar niet op kunnen vertrouwen. Maar je vult wel een naam in en je gaat er eigenlijk van uit dat dan bij elkaar hoort. Het zou in mijn ogen heel simpel zijn om hier een einde aan te maken. Ja. Wat er zou moeten gebeuren is als je geld overmaakt naar een ander rekeningnummer. Je vult een naam in en een rekeningnummer. En je zegt verzend. En dat er een pop-up komt op het moment dat naam en rekeningnummer niet met elkaar corresponderen volgens de administratie van de bank. En die zegt, dit correspondeert niet met elkaar volgens onze gegevens. Wilt u doorgaan met de overmaking? Heb je geen privacyproblemen? Want je gaat niet zeggen dat nummer dat hoort eigenlijk bij die en die mevrouw. Dat ga je allemaal niet doen. Alleen maar deze waarschuwing. En dan zal je zien dat heel veel mensen denken, hé, dan ga ik het nog even checken. Ja. Wat je ziet is dat oplichters hier ook fantastisch gebruik van maken. We hebben een aantal keren bij Opgelicht aandacht besteed aan mensen die halen facturen uit brievenbussen. Maken die factuur precies na, dat is natuurlijk met copy-paste en dat is heel makkelijk. Vullen hun eigen rekeningnummer in en versturen vervolgens die factuur weer. Dus stel, jij hebt een leuke aanbouw laten maken in je tuin en je krijgt van die man krijg je een rekening, dan maak je dat gewoon over. Maar als dat onderschept is, op welke manier dan ook, en er is een ander rekeningnummer ingevuld, dan vul jij het naam in van jouw aannemer, je doet dat voor andere rekeningnummer en dan ben je het geld kwijt.